Ja, eindelijk. We zijn heel lang bezig geweest en eindelijk zijn we vandaag zover dat we de zaak hebben kunnen openen. Kijk, daar gaat hij. Daar gaat hij. 1, 2, ja! Het restaurant en de danszaal van de Hoven in Beringen zijn omgetoverd tot woningen. Er zijn 18 appartementen gebouwd voor mensen met een lichte verstandelijke beperking. We hebben 20 appartementen, waarvan er 18 continu bezet zijn. En we hebben 2 herstelplekken, dus dat is voor cliënten van dichterbij, die misschien een tijdje wat meer rust nodig hebben. En die komen hier dan, hebben hier de ruimte en de mogelijkheid om te herstellen. Iedereen heeft zijn eigen studio, maar hier kunnen we samen eten, hier kunnen we samen een spelletje doen. Okay. Hier hebben wij wel eens een vergadering, maar dit is gewoon van 's morgens 7 tot 's avonds 11 is iedereen hier welkom. Dus iedereen kan hier ook gewoon binnenlopen, ja. En oké. Okay. En heb je hem zelf in mogen richten, ja. Je eigen spullen, ja. Helemaal? Ja. En, moet het ook zelf bijhouden, denk ik. Ja, dan. Dat was wel een probleem. Daar ben ik ook zeker goed mee bezig. Ja, fijn dus, hoor. Wat betekent dat voor de bewoners? Nou, dat ze hier in ieder geval een fijne plek hebben om te wonen. Dat we graag meedoen in de maatschappij. We zouden graag willen dat de maatschappij met ons meedoet. We gaan meedoen met de burgers van Beringen. Als ik een petje had, dan nam ik hem voor jullie af. Voor jullie doorzettingsmacht, voor jullie wilskracht. En dat hier heel veel mensen, en ik ga even kijken, ik heb er al een paar gesproken, op deze mooie plek, bijzondere plek in Peerlemaas kunnen wonen. Ja. De bewoners willen dus graag iets van hun leven maken, maar kunnen mogelijk op verschillende gebieden problemen ervaren. Bijvoorbeeld bij een zinvolle invulling van een dag. Daarvoor krijgen ze begeleiding. Overdag zijn we hier met minimaal 3 mensen. In de avond zijn we ook altijd met 3 mensen en er blijft altijd iemand slapen. Vrijdagavond werd de opening gevierd met een barbecue waar ook buurtbewoners aan konden schuiven.